We staan hier voor de Eemlandhoeve. Dat is een biologische boerderij vlakbij Baren. De Natuurmonumenten heeft hier een dag georganiseerd. Dat heet Vette Vogelsdag. En dat wil onder andere zeggen dat kinderen allemaal bollen maken, pinda's rijgen voor de vogels. Hoe lang ben je hier al? Vanaf 11 uur. En wat heb je gedaan tot nu toe? Ik heb geholpen met kinderen met dit soort dingetjes maken. Wat ga je ermee doen? Ik heb thuis in de tuin een vogelhok en dan geef ik het aan de vogels. Wat is het verschil tussen uw producten en gewone producten bij een normale slager? Nou ja, ons vee wordt biologisch gehouden. Dat wil zeggen dat je niet met kunstmest of met andere bestrijdingsmiddelen ook werkt op een natuurlijk mogelijke manier. De beesten lopen ook lekker los in de potstal. Ze lopen op het stro. Dus dat betekent ook voor de spier en de ontwikkeling en de massa van het beest, hè, dat die gewoon een natuurlijk mogelijke omgeving is. En die langzame rijping, dus dat je hem ook niet echt gaat volwassen maken, hè, maar dat je hem langzaam via de natuurlijke weg laat rijpen, dat geeft ook gewoon de eigen kwaliteit en de smaak van het vlees. Geen hormonen dus? Nee, in tegendeel. Hè, daar wordt biologisch ook streng op gecontroleerd. Hè, dat je niet ook met veel krachtvoer of andere spul gaat opfokken. Dat ze heel snel heel veel vlees erop krijgen. Waarom is het gezonder? Je merkt, dat is eigenlijk ook een soort tweede aspect. Hè? Het is zoveel mogelijk uit de streek. Onze klanten komen ook zoveel mogelijk uit de streek. Dat betekent dat je niet met veel conserveermiddelen en met E-nummers hoeft te werken. Hè? Want ja, er zit toch wel heel veel rotzooi in. Hè? Maar dat je in feite op een veel directere manier wat je produceert, eigenlijk ook weer direct bij de klanten neerlegt. Waardoor je heel veel van die overbodige stoffen niet hoeft toe te voegen. Onder andere geen kleurstof. Geen kleur of smaakstoffen of andere E-nummers, hè, die dat in feite ook nodig zijn voor de conservatie. Maar dat is eigenlijk nodig, omdat je wilt het product heel lang goed houden. En dan doe je dat erbij. Waarom is het belangrijk dat de koeien op stro liggen? Bij ons liggen de koeien op stro en dat is een potstal waar elke dag een nieuw laagje op komt. En dat heeft eigenlijk een aantal voordelen. Het ene is als de koeien op beton lopen, dat wordt door de mest en de nattigheid glibberig. En dan lopen ze wat krampachtiger en dat heeft ook wel gevolgen voor hun spieren en hun poten. En het andere voordeel is dat we bijna iedere dag een nieuwe verse laag stro van de zolder af erop leggen. Dus je krijgt als het ware een laag stro, een laag mest, een laag stro, een laag mest. En dat stapelt op. En gedurende de winter composteert dat ook al. Zo langzamerhand. En aan het einde van de winter gaat dat weer over het land. Wat het bodemleven weer stimuleert. Waardoor er meer diertjes in de bodem dus zitten. Die ook weer verder gaan verteren met het stro. En waardoor ook de weidevogelstand weer... die hebben daar weer van te eten, zeg maar. Bovendien zijn we vrij extensief, dus per koe is er ook meer ruimte. Als je je land en je stal helemaal vol gaat zetten, dan kun je efficiënter produceren, waardoor de prijs omlaag gaat. Maar wij gaan voor dat dierenwelzijn vanuit het ecologische principe. Waarom is het voor het milieu beter? Omdat wij alles hier uit de regio halen, zeg maar. Het is bijna een gesloten bedrijf. Alleen het stro voeren we aan omdat we geen akkerbouw hebben. Maar het gras, de dieren worden hier geboren. Het gras wordt hier gevoerd. De mest wordt hier afgezet. Dus je hebt eigenlijk heel weinig vervoer van en naar een bedrijf. Er is net vannacht een kalfje geboren, heb ik gehoord. Hoe is dat gegaan? Ja, heel vlot, want het was voor ons een verrassing. Vaak zie je een koe wel van tevoren bezig. Ik bedoel, mijn man en mijn zoon lopen er tussen de beesten en dan houden ze het in de gaten. En dan zien ze aan de uier en dan voelen ze aan die banden boven de staart dat het aanstaande is. Maar nu, je weet dat sommige dieren zwanger zijn en ineens was het kalfje er. Het is vandaag Vette Vogeldag. Zijn er veel kinderen gekomen?
Nou, eigenlijk boven verwachting. Ik hoorde in de ochtend al dat Dagrient, het landschapshuis waar Natuurmonumenten zijn kaartjes verkoopt, moesten in alle el wat kaartjes bijgekopieerd en gemaakt worden. Zodat de kinderen daar hun knipkaart kunnen kopen om daar in het andere gebouw aan de slag te gaan. Dus... Hoeveel kinderen? Nou, toen waren er dus al 80 verkocht. Zeg maar aan het einde ochtend. Ja. We zijn om 11 uur begonnen. Dus, ja. Naartoe gekomen? Nee, samen met mijn opa en oma en mijn moeder en mijn vader. En wat doen jouw andere familieleden? Oh, die zijn, een paar zijn er hier en er zijn nog een paar thuis. Wat heb je nu gedaan tot nu toe? Een dennenappel gemaakt en ja, dat was het. Hoe oud ben je? 9 jaar. En heb je hier ook rondgelopen en rondgekeken? Ja. Wat ga je nou doen met die dennenappel? In de boom hangen. Kerstboom? Ja, boom thuis. In de boomgaard. Oké, okay, buiten dus, hè. Hebben jullie veel vogels? Ja, niet in ons huis, maar wel thuis. Gewoon vliegen. Weet je wat voor vogels dat zijn? Ja, meestal duiven. Ja. Het zijn wilde. I just can't.